Welkom bij Topnames. We verzorgen een hele avond over energie. We doen dat op een boot van Ima Bosma, Drift Away geheten. En die boot doen we dan omdat die helemaal zonne-energie gedreven is. Dus alles wat op deze boot gebeurt, het koken gebeurt op de zonne-energie, het verwarmen gebeurt erop, dus daar moet ontzettend efficiënt mee om worden gegaan. Ja, er zit een beetje zo'n soort accu in van een Tesla, zeg maar. Dat moet je je voorstellen. En, alles werkt inderdaad elektrisch. Ja. Ja. Hey, Arash Azami, zeggen ze in Frankrijk. In Nederland zeggen we Azami. heb ik net van je gehoord. Jij bent van Bas. Ik moet je eerst even ontzettend bedanken, want hij zou eigenlijk vanavond naar Pharrell gaan. Heren, kan het wat stiller? Als jullie... Hij zou vanavond eigenlijk naar Pharrell gaan, een concert. Echt waar? Ja. En zit nu bij ons. En nou, dat vrouw er alleen. Dat hoop je. Heb je al wat gehoord? Ik hoop eerlijk gezegd van niet, want dan heeft ze dat mijn kaartje nog gesleten. Oh ja. Nou, dat waarderen we zeer. Zeer, ja, absoluut. Heb je al wel wat van haar gehoord? Of is het leuk of was het nog niet begonnen net? Ik heb er gewhatsappt, maar ze heeft nog niet geantwoord. Het zal wel zijn omdat het heel druk was of omdat iedereen aan het appen was. En dat er geen verbinding... Of omdat ze me eventjes helemaal zat is omdat ik er niet ben. Ja. Hey, je bent de oprichter van Bas en Bas heeft één doel, staat op de website. Ja. Energiegebruikers onafhankelijk helpen. Worden ja. Een andermans, tussen haakjes, fossiele energiebronnen. Ja. Waarom is dat voor jou een belangrijk doel? Omdat wij met 7,1 miljard mensen, 3,6 miljard mensen zien die op dit ogenblik wel toegang hebben tot energie, maar voor 85% afhankelijk zijn van fossiele bronnen die ze niet onder controle hebben. En die andere 3,5 miljard die hebben niet eens net de toegang tot energiebronnen. Met andere woorden, we hebben een mega probleem met z'n allen. En energieonafhankelijkheid is daarbij een enorm topic. Ik kom net terug uit Finland, waar ze een enorme hijsa hebben gehad in het parlement. Omdat een van de partijen uit de coalitie is gestapt vanwege onmin over het al dan niet plaatsen van een kerncentrale. Het kwam omdat het uranium daarvoor uit Rusland had moeten komen. En de Finnen vertrouwen Poetin niet. Nou, dat geeft meteen een enorme spanning in dat hele land. En iedereen die is daar aan het praten over hoe kunnen wij er nou in hemelsnaam voor zorgen dat we onafhankelijk worden van andermans bronnen. En hier voelen we het ietsje minder omdat we nog een gasbelletje hebben. Maar in feite zitten we precies in hetzelfde schuitje. Ja. Ja, dus energie in jouw visie is te belangrijk om daar een afhankelijkheidsrelatie in te hebben. Nou, dat energie, is waar het over gaat. Energie is een basisbehoefte. Zonder energie gaan we dood. En we betrekken het nu uit stopcontactjes en zo. Hey, vroeger... dat geldt natuurlijk net zo goed op individueel niveau, hè? Ja, natuurlijk. Dat geldt voor ons allemaal. Ja, dat geldt niet alleen voor landen, maar dat geldt voor ons mensen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En wat doe je daar? Hè? Dus dit is je doel. Wat doe je om dat doel te bereiken? Ik persoonlijk doe heel veel om dat doel te bereiken door erover te praten, door hier te zitten, door niet naar Pharrell te gaan en door een aantal andere dingen te doen. Ja. En een van de belangrijke dingen die ik heb gedaan in de afgelopen jaren is een bedrijf oprichten en dat heet BAS. En BAS, wat staat voor To Be Beneficial to All Stakeholders, want als iedereen wint, dan kunnen we blijven doen wat we doen. Dat is een duurzaam businessmodel. Is er om individuele energiegebruikers zoals jij en ik te helpen om steeds iets minder afhankelijk te worden van al die externe bronnen die we niet onder controle hebben. Door op een andere manier met je energierekening om te gaan. Kun je dat concreet maken? Ja. Hoe wat ziet dat wij uit? Doen? Wat je kunt doen is kiezen voor ons product. Dat heet de weg naar nul, de path to zero. En op het moment dat je dat hebt, dan betaal je een bedrag dat ongeveer gelijk is aan jouw normale energiekosten. Alleen krijg je daar niet alleen de energie voor die je nodig hebt, maar daar is dan het winstdeel van afgehaald. Het is not-for-profit geworden. En dat kleine beetje financiële ruimte dat je hebt, dat wordt geïnvesteerd en geherinvesteerd in datgene wat jou steeds onafhankelijker helpt worden. Dus in eerste instantie wordt het geïnvesteerd in iets wat helemaal niks kost en wel meteen energie oplevert. Zoals het beter instellen van je thermostaat. Of het installeren van Plugwise misschien op een gegeven moment. En daarna, dan heb je steeds minder nodig, dan spaar je dus eigenlijk steeds grotere bedragen op. En dat gaat jouw ledlampen financieren, dat gaat daarna jouw zonnepanelen financieren, dat gaat daarna jouw aandelen in een windpark of in een zonnepark financieren, totdat je helemaal onafhankelijk bent. En dat is dus, moet je per persoon anders doen, per huishouden anders doen. Dus als ik jou zo hoor, kan het geen algemene dienst zijn, dus krijg ik dan iemand van jou toegewezen die bij mij langskomt. En gaat naar mijn situatie gaan kijken en die verbetert? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, precies dat. Als je nu bij ons komt, dan krijg je een BAS franchise partner.
En die komt bij jou langs en die komt de boel doorlichten en meten. En in een goed gesprek met je maakt hij uiteindelijk een aantal conclusies. Die zet hij online. En dan krijg jij eigenlijk een paar schuifjes ter beschikking. Want dan heeft hij precies... Eigenlijk beantwoorden we drie vragen. Wat moeten we doen in je huis? Of wat moet je doen? In welke volgorde moet je het doen? Want dat bepaalt hoe rendabel het allemaal is. En door wie gaan we het laten doen? Die drie antwoorden die komen online in je eigen omgeving. En jij gaat zelf schuiven met hoe snel wil ik gaan. Door meer te betalen ga je veel harder richting nul. Of door minder te betalen neem je er meer tijd voor. En dan klik je op bevestigen en dan voeren we de boel uit. Ja. En je zegt eigenlijk door te besparen ontstaat er ruimte. Die wordt geherinvesteerd. Ik neem aan dat jullie ergens daar ook je marge pakken. Daar pakken we onze marge. Hoe ziet dat businessmodel eruit? Eigenlijk in drie lagen. Vier lagen moet ik zeggen. De eerste laag is voor de levering van de overgebleven energie uit externe bron. Daar zetten we geen marge op. Verdienen we niks op. De tweede laag is... Dus je bent ook energieleverancier? Ja, officieel zijn we dat. Okay. Ja. Dus je zegt eigenlijk tegen mensen, zeg je contract op bij, weet ik veel, Nuon. Ja, doe het wel of doe het niet. Als je het wel doet, dan loopt de hele facturering over ons. En dan hebben we veel meer controle over wat we inkopen en wat niet. Maar omdat we er geen rol op verdienen, maakt het me ook echt... En biedt uit of je overstapt of niet. De tweede laag is je service fee. Ongeacht je verbruik krijg je, 1 of 1,5% of een klein bedrag per maand aan service fee op je factuur. Daarvoor voeren we onze administratieve diensten uit. De derde laag, dat is de marge die we verkrijgen op het via ons verkopen van alle maatregelen die bij jou van toepassing zijn. En de vierde laag, vind ik de allermooiste laag, dat is de laag waarin je deelt. Een klein deel van onze omzet is altijd gereserveerd om mensen in gebieden van de wereld die zichzelf echt niet in staat kunnen stellen onafhankelijk te worden, toch te helpen. En dit jaar hebben we daarin een samenwerking met Waka Waka, die jullie net op bezoek hadden. Leuk. Ja. Dat betekent dat ik volgende maand, over anderhalve maand, samen met Maurits Groen naar Niger vlieg in West-Afrika, om daar de eerste 1000 Waka Waka's te distribueren. Dat betekent dus dat je al behoorlijk wat aangesloten klanten moet hebben? Ja, op dit ogenblik bedienen we ongeveer 5.500 gebouwen. Gebouwen zeg je, want dat je begon te vertellen, hè, op persoonlijk niveau had je het over, maar als ik op je site lees, is dat wat je op dit moment van staat, overheden, zorginstellingen en middelgrote vastgoedeigenaren, is wat je op dit moment vooral bedient. Waarom kies je nu voor of voornamelijk daarvoor? We hebben in het begin voornamelijk voor die grotere klanten gekozen, omdat we heel veel van onze processen nog niet helemaal uitontwikkeld hadden en volgeautomatiseerd hadden. En dan krijg je eigenlijk een rekensom. Dan wordt het handiger om een grotere klant te bedienen. Omdat je met dezelfde handeling meer kilowatturen, dus meer euro's wint. Naarmate wij onze operatie beter op orde hebben, kunnen we steeds kleinere klanten aan. En nu zijn we ons heel hard aan het voorbereiden om op grotere schaal de consumentenmarkt te gaan bedienen. Oh, dat doe je dus nog niet. Ik kan niet morgen bij jullie... Je kunt al morgen bij ons komen. Dan krijg je een fantastisch pakket en een Waka Waka. Ja, hey, waar ik wel aan twijfel, jouw verhaal horende, is dat... Je redeneert natuurlijk vanuit standaardoplossingen. En standaardbedrijven die je aan mij gaat koppelen om de spouwmuren te isoleren, om misschien een slimme thermostaat te nemen. Wat bedoel je met standaard? Nou ja, jij zei net dat je gewoon uiteindelijk dat werk bij anderen uitbesteedt. Dus jij bemiddelt. Dan zit een gedeelte van je businessmodel ook in. Ja. Dus jij komt niet zelf mijn cv-ketel optimaliseren. Nee. Jij komt niet mijn spouwmuren isoleren. Er zijn anderen die dat veel beter kunnen dan wij. Ja, dus dat zijn gewone aannemers die dat doen, neem ik aan. Nee, dat zijn de besten in hun klasse. Maar je werkt dus vanuit de standaard isolatiesysteem. En hoe ga je nou om met hele specifieke situaties? Daar in de particuliere markt. Daar hebben bijvoorbeeld, we die... ik heb geen spouwmuren en ik heb geen... dubbel glas. Ik heb een monument van hout en, met een houtkachel. Ja, maar dat zijn de prachtige uitdagingen. En daar hebben wij die franchise partners voor. Want wat wij heel belangrijk vinden is dat je altijd die persoonlijke link hebt. Die ene persoon van vlees en bloed die bij jou in de buurt zit, misschien zelfs. Waar je gewoon van op aan kunt en die bij je langskomt en die jouw pand kent. Want dan kunnen we een echte oplossing bieden. Wat we eigenlijk hebben gedaan is een hele ouderwetse oplossing... Op een heel modern platform gezet. Namelijk hetzelfde model als die oude verzekeringsstukpersoon die bij jou in de buurt zit, waar je 1 keer per jaar langs ging en je polissen eventjes ging bekijken. Wij hebben de franchise partner die bij jou in de buurt zit en waar je als persoon heen kunt. En die helpt jou en die kent jouw situatie. En
die wordt ook gevoed overigens uit die marge die gegenereerd wordt uit ons model. Maar ik herinner me toch verzekeringsvertegenwoordigers ook wel als die mensen die toch altijd proberen je nog een extra verzekering te slijten, zeg maar. Eentje waar je niet meteen, waar je niet helemaal op staat te wachten. En hoe zit dat bij jullie? Bij ons is het gewoon de weg naar nul. Wij zijn er alleen maar om jou te helpen onafhankelijk te worden van andermans energie. Daar zitten allerlei algoritmes achter die berekenen welke maatregelen daar het allerbeste voor zijn. Dat wordt ook constant herberekend, want de techniek die snelt ook vooruit. Dus over een paar jaar krijg je gewoon een andere oplossing dan nu. En die franchisepartner die is er alleen maar voor jullie op afroep op het moment dat je hem nodig hebt en dat je het prettig vindt om er gebruik van te maken. Ja, je committeert me voor de, je committeert je eigenlijk vooral voor de lengte van het contract wat je met jou sluit voor die service fee van 1,5% op je energierekening. Ja, en zelfs die lengte van het contract is wat dat betreft variabel. We gaan in principe altijd eerst uit van de eerste 4 jaar, omdat we in de eerste 4 jaar echt de eerste grote stappen kunnen maken. Gemiddeld halen we daar op een huis, op een normaal gebouw, 30% energiewinst. In de eerste 4 jaar. En dan ga je uit van gelijkblijvende kosten aan wat je nu betaalt aan NUON, Essent en Eco of weet ik niet. En we hebben ook het contract zo opgesteld dat je er eigenlijk alleen maar vrijwillig gebruik van kunt maken. Want op het moment dat je zegt dat je binnen die 4 jaar weg wil, dan kun je gewoon weg. Ik heb geen zin in allerlei moeilijke lock-ins, want dat is een product dat ik zelf dan ook niet zou kopen. Ja. Hey, hoe ben je aan dit idee gekomen? Zijn er in het buitenland voorbeelden die vergelijkbare dingen doen? Nee, ik ben op dit ogenblik hard op reis om in het buitenland vergelijkbare voordeelden te gaan maken. Ik ben op het idee gekomen toen ik op een gegeven moment bij een grote energieleverancier terechtkwam en een van hun dochterbedrijven onder mijn hoede kreeg. En daar zag dat alle energieleveranciers die we nu kennen eigenlijk ten dode opgeschreven zijn. Omdat ze hun geld verdienen door het verkopen van kilowatturen en kubieke meters gas. En zij zijn de enige belanghebbende die er belang bij heeft om meer te verkopen. Want hun klant wil minder afnemen. Politiek wil dat er minder afgenomen wordt. Milieu wil dat er minder afgenomen wordt. Maatschappij wil dat er minder afgenomen wordt. Dus je dient een volledig tegengesteld belang. En toen ben ik gaan nadenken over, is het dan niet mogelijk om een energiebedrijf helemaal andersom te ontwerpen? Zodat het meer gaat verdienen naarmate de klanten ervan minder gaan afnemen. En zo kwam ik op dit model. Ja, mooie gedachteoefening. En je kunt nu laten zien hoe het hier werkt. En je ziet het wel de schaalbaarheid voor je dat het dat in het buitenland ook kan gaan werken. Jazeker. Ja, ja. Alle landen die ik bezoek nu, daar wordt bijzonder enthousiast gereageerd op dit model. En we hebben het model ook echt generiek ontworpen. Eigenlijk hebben we het gewoon over een software platform waar je op lokaal niveau aanbieders en afnemers met elkaar verbindt. Ja. Ja. Nou, spannend. Ja, heel erg spannend. Het is super. Ja, wat deed je hiervoor? Hoe ben je hier in de zaal? Wat ik hiervoor deed was dus het leiden van een energiebedrijf. Ja. En wat ik daarvoor deed was interimwerk. Okay. Maar je komt echt wel uit die sector en dacht van nou... Nou ja, ik heb een paar jaar in die sector rondgelopen. Maar ja. ik ben geen expert en ik ben wat dat betreft weet ik heel veel dingen niet. En ben ik door heel veel dingen ook niet besmet. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja. Maar mijn opleidingsachtergrond is muziek. Ik heb conservatorium gedaan. Ja, een heel ander verhaal. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Nee, ga je in de gaten houden? Heb ja. Nee, ja, voor mij is het verhaal rond en zij zelf zegt, weet je, dat is eigenlijk nog een element van wat we doen, wat verteld moet worden. Maar ja, ik vind het een heel duidelijk verhaal wat ik snap en waarvan ik zeker naar ga kijken of dit ook met Nefit ketels kan. Ja. Ja, ik vind het fantastisch om nu na 7,5 jaar ploeteren te horen dat het verhaal eindelijk duidelijk begint te worden. Ja, is het moeilijk geweest? Ja, het is verschrikkelijk. Nou, weet je, Churchill heeft ooit gezegd, sorry dat ik zo'n lange brief stuur. Ik had geen tijd om een korte te maken. Ja. En datzelfde probleem, dat ervaren wij ook. Ik bedoel, we hebben het over iets heel fundamenteels dat de hele mensheid aangaat. En we hebben het over het terugbrengen tot iets heel simpels van iets wat in de afgelopen 1,5 eeuw extreem complex is gemaakt. En die complexiteit dient heel veel ondernemers. Want als het moeilijk is, ja. Dan vertrouw je het wel aan een ander toe. Ja. Het is eigenlijk zo ongelooflijk simpel. Maar je moet het andersom gaan redeneren. Je moet andersom gaan denken. Wij hebben gezegd, wij gaan dit bedrijf niet bouwen volgens de wetten van de economie. We gaan het bouwen volgens de wetten van de natuur. Die werkt anders. Dat is een circulaire economie. Dat is een compleet ander model. Ja. Maar ja, probeer dat maar eens op een gegeven moment op een hele makkelijke en voor iedereen te begrijpen en voor iedereen te controleren manier... Heb je nog met ongeloof te maken? Dat mensen denken van dit te mooi om waar te zijn? Ja, dat horen we regelmatig. Maar aan de andere kant, we hebben nu ook proof of concept. We hebben een hoop klanten die op weg naar nul zijn. Hey, en wat vinden zeg maar, je voormalige werkgever en de consorten ervan? Ik spreek ze te weinig om het echt te weten. Ik weet wel dat we erg in de gaten gehouden worden.
En ja, ik heb met sectorgenoten toch best goede contacten. En we weten allemaal rationeel echt wel dat het uiteindelijk die kant op gaat. Die energietransitie, die transitie naar hernieuwbaar, is niet een keuze, die is onvermijdelijk. Wij hebben nu nog de keuze om er een keuze van te maken. Maar op enig moment is het op en dan moeten we. En wat wij zeggen is, weet je wat, wij gaan het zo makkelijk en zo logisch maken. We hebben niet doorgehad dat we zo afhankelijk zijn geworden na de industriële revolutie van andermansbronnen. We hoeven ook niet per se zelfs door te hebben als individuen dat we weer niet meer afhankelijk worden. Misschien kijken we over 20 jaar wel terug en denken we, verrek, dat is een mooie transitie geweest. Nou, hebben we het goed gedaan. Ja, en wat zijn voor jou, volgens jou, de belangrijkste hobbels om die transitie te maken? Nou, je komt op regeringsniveau allerlei policy-vraagstukken tegen. Ik heb toevallig net wat regeringslieden van een Oost-Europees land mogen adviseren. Ja, afgelopen vrijdag. Ik moet zeggen dat daar erg positief op wordt gereageerd. Wat we tegenkomen is toch wel wrijving vanuit een sector die heel sterk verlobbyd wordt. En wat wij zelf tegenkomen is, probeer het allemaal zo operationeel makkelijk te maken dat je er miljoenen mensen mee kunt bedienen. Ja. 10.000, ja, kan wel. Maar een miljoen of 2 miljoen, ja, dan en wat is de technologieën zijn, want we hebben eigenlijk ook een technologieplatform. Hè? Dat is eigenlijk wat alle bedrijven tegenwoordig zeggen. We zijn helemaal geen taxibedrijf, we zijn Uber. We zijn een technologiebedrijf. En daar heeft Uber ook gelijk in, want hun asset is niet zo heel groot. Het is het technologieplatform, de taxis zijn van anderen. Ja, maar en jij ziet jullie zelf ook zo? Ja. Ja, kijk, ons asset is onze software en voor een heel groot deel zelfs onze software die nog in aanbouw is. En die zal ook altijd in aanbouw blijven, want zolang we blijven verbeteren hebben we ook bestaansrecht. Of we zelf leverancier zijn of niet, dat kan me eigenlijk echt geen biet schelen. Het liefste ben ik het niet, want we hebben heel veel hassle niet. En dan hoeven we alleen maar op lokaal niveau vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Ja, super. Nou, rond aan jouw kant? Ja, ik ga het... Ik ga me er verder in verdiepen en kijken of ik klant ga worden. Leuk. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, dat zal ik ook zeker doen. Tot zover dit interview. We doen een hele avond interviews voor wie nu live kijkt. Dan zo direct hebben we nog eentje, nog één interview te gaan. Ja, zwaai eventjes naar de familie thuis. Dan maken wij de afkondiging eventjes af. We bedanken, zoals ieder van deze uitzendingen, Ima Bosma en zijn Driftaway, de boot waarop we te gast zijn. We danken Peter Hazenberg van Videobricks voor de studio hier aanwezig. We danken Triple IT voor de gestapelde internetverbinding. En we danken Dat product heet trouwens Mobile Viewpoint van okay, Triple dat, IT. Dat is heel goed. Mobile Viewpoint van Triple IT. Dat had je me naar de had eerste ik keer... had ik het uit mijn hoofd geleerd. Had ik het nu elke keer kunnen doen. Maar goed, dan weten we dat ook weer. Mobile Viewpoint van Triple IT. Streamzilla had ik volgens mij nog niet genoemd. Die zorgde ervoor dat de stream bij je thuis kwam. Je kunt alle uitzendingen in ons archief bekijken op YouTube en op de site fastmovingtargets.nl. Dag.